John Seydor, voorzitter van de Bond van Personeel bij de Brandweer Suriname, BPBS, is gisteren middels een stemming gerouilleerd. Dit besluit is genomen tijdens een algemene ledenvergadering. De interim voorzitter van de Bond is nu Wendel Oosterwolde. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt Oosterwolde dat het besluit niet plotseling is genomen. In april moest al een verkiezing zijn uitgeschreven, maar die is nooit gekomen. En de bond moet luisteren naar het hoogste orgaan in deze, de ALV. En in die ALV zijn er bepaalde besluiten genomen, middels stemming. Er waren stemhokken, stembus. Dus in dit geval is die stemming niet geweest met een handomhef, maar met de stembiljetten. En dat is gemaakt dat men denkt dat het een verkiezing was, maar het was geen verkiezing. In de ALV hebben dan de leden besloten om meneer Seydorf af te zetten als voorzitter. Zo ook de penningmeester, de ex-penningmeester en de ondervoorzitter, een van de andere ondervoorzitters. Dus er was een splitsing binnen het bestuur en dat is gisteren opgelost door de ALV. En hoe ziet dan het huidige bestuur nu eruit? Nou, het huidige bestuur, men heeft mij gekozen als interim voorzitter. En nog 7 andere leden. Je moet weten, het was een bestaand bestuur uit 11 man. En ze hebben 3 mensen dus gerouilleerd. Dus het bestuur gaat gewoon verder. De eerste opdracht van Oosterwolde is het bewerkstelligen van een verhoging van de voedingstoelage van brandweerlieden. We hadden reeds gesproken met de minister daarover. Hij heeft ons beloofd dat hij harder aan werkt om het te bewerkstelligen. Dus daarvoor gaan we. En ook onze tweede prioriteit, ziektekostenregeling. Wat is dan het verschil met de ziektekosten van de brandweer? Is het niet in kannen en kruiken? Nee, nog niet. Die van de politie wel. En nu moeten we gaan praten daarover, met de minister natuurlijk. En voor hoe lang was het vorig bestuur? Want u zegt het bestuur gaat gewoon door. En voor hoe lang waren jullie aangesteld? 3 jaar. De verkiezing moet gehouden worden in april 2022. En tot 2022 ben ik dan het interim voorzitter. De ALV nam gisteren het besluit om 3 leden uit het huidige bestuur te rouilleren. Deze bestond uit 11 leden. Het bestuur wacht op de deurwaarders Explo om de desbetreffende brieven te verzenden naar de minister van Justitie en Politie, de brandweercommandant en vice-president Brunswijk.